Ik heb met jullie zus gezoend. Meen je dit? Mensen denken nog steeds dat jij dus echt mijn zusje bent. Nou, leuk toch? Lijkt ook op elkaar. Kijk. What do you do for a living? I sell girls, you know. Oh, hey. Dames en heren, jongens en meisjes, goedemorgen. En leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik kan nog niet te hard praten, want Jade en Gia liggen nog boven te slapen. Want het is nog vroeg, het is 9 uur. Dus ik ga in de auto vertellen wat er vandaag op de planning staat. Hé, eindelijk een keer weer lekker met mijn eigen auto. Ik heb er zin in. Oh nee, wat is dit voor gezeik? Het is gewoon helemaal onder de stront. Ik ga vandaag naar Amsterdam, want ik heb een persdag van een nog grotere slijmfilm. Dat is een vervolg op de grote slijmfilm. Voor de mensen die het niet weten, de grote slijmfilm is een film waar Bibi in speelt. Het gaat over slijm en allemaal dat soort geinige dingetjes. En ik speel daar Daan en dat is de broer van Bibi. En wij hebben deze winter, volgens mij of een beetje einde van de zomer of zo, hebben wij dus een nieuwe film opgenomen, een nog grotere slijmfilm. Dat is eigenlijk een slijmfilm deel 2. En vandaag hebben we daarvoor de persdag. Dus dat wordt hartstikke gezellig, waarschijnlijk iedereen aanwezig. Dus dat wordt heel erg leuk, we gaan lekker richting Amsterdam. En dan gaan we zien hoe het vandaag wordt. Ja, we zijn er in Amsterdam. En ik word toch altijd best wel blij als ik weer lekker in Amsterdam rij, aangezien ik hier, dit blijft toch wel echt een beetje gewoon mijn stadje gewoon hier. Ja, hier ging ik lekker heel veel uit voor corona en hier was ik eigenlijk standaard. Ruben woont hier, dus als ik hier ben, word ik altijd weer heel vrolijk. Daar zijn we weer gezellig. Hey, wat leuk. Leuk, hè? Wat een gezelligheid. Zie je al die mensen daar? Ja. Dat is leuk, hè? Hey, ik heb dus laatst een film gekeken. Dat heet Bloed, Zweet en Tranen. Daar zag ik een heel klein jongetje. Die was aan het zingen en zo. Heb jij die film gezien? Bloed, Zweet en Tranen? Ja? Nee, heb ik niet gezien. Die van André Hazes, dat er zo'n klein André Hazeltje was op de markt die dat ging zingen en zo? Nee, weet ik niet wie dat is. Hij lijkt echt fucking erg op Mathieu. Zeg maar, hij heeft diezelfde, is Mathieu? Hij heeft diezelfde stem als Mathieu. Oh, je bedoelt Mathieu. Mathieu, ja. Hij heeft diezelfde stem als Mathieu, maar ik zeg maar, je hoorde gewoon die valse noten. Ah, shit, man. nee, grappig, jongen. Nee, Mathieu die heeft ooit in een film gespeeld, Bloed, Zweet en Tranen. Daar zit echt zo'n klein mannetje van 8, maar ik zat dus laatst weer te kijken. En toen kwam ik erachter dat jij dat was. Ik vind het leuk om naar kleine kinderen te kijken. En Vincent, leuk hè? Ja. Zo, er wordt hier flink geroost alweer. Nee, het is nog te vroeg. Ja, ik ben vanochtend vroeg weggegaan, dus ik heb ook niet gegeten thuis. En meestal had ik dan een broodje bij de Shell, alleen ik was nu een beetje aan de late kant. Dus ik dacht, ik kan het niet maken om dan ook nog even een broodje te halen. Maar we gaan dus nu met z'n allen op zoek naar eten. Wow, die had ik wel goed, met twee. Lekker man. Kan dat? Maar hoeveel kan je er vangen dan? Oh, oh, oh. Wel in de vuilnisbak gelijk. Ja, jullie zeiden net dat jullie de broertjes zijn van... Van Vee. Van Vee. Ja. Ik moet wat bekennen, jongens. Ik heb met jullie zus gezoend. Meen je dit? Serieus? Gast. Ik moet even praten, man. Oh, 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 nee, het moest van de productie, jongens. Het was in GTST, het was in GTST. Oké, maar niet erbuiten, toch? Nee, niet te buiten. Het was echt alleen in GTST. Zeg maar. Ja, het zal het zijn. In het script stond van... Het is, en nu, twee, het is wel 2-1. En nu zoenen Valentijn en... hoe heet het ook weer? Jezus, oh ja, Lana. En toen, zoende, en toen moesten Lana en Valentijn zoenen. Dus ik heb het niet bedacht, hè, jongens. Dat zal het zijn. Dus dan kunnen we wel zo boos doen. Gaan pakken. Jongens, doe nou even normaal. Ik wil dit... Nee, ophouden. Het is niet... We pakken hem straks al met slijm. Gewoon, je bent niet veilig, dat zeg ik. Nee, we hebben nog wat af te handelen. Nee, is goed. Straks. Nee, is goed. Nee, we komen nog. Dat komt goed. Kleine gat, jongen. Jullie zus. Vandaag is het niet alleen een persdag met interviews en zo, maar we zijn ook content aan het opnemen voor de socials van de nog grotere slijmfilm. Dus TikToks, Instagram stories, allemaal leuke dingetjes. En van die aftelmomentjes van nog 3 dagen en dan komt de film online. Dus het is hartstikke leuk. En moet je eens kijken. Het is buiten. Heerlijk weer. Een blauwe lucht. Dus ik ben benieuwd hoe laat ik hier klaar ben, maar anders kunnen we misschien nog eventjes een terrasje pakken of zo. Hey, Vincent, nee. Oh. Ben jij dat? Hè? Au, ja. Nee, het ziet er heel raar uit door die wijde, door die grote hoeklens. Ja, precies. In het echt valt het wel mee, hoor. Dat is... Nou, echt, ik vind het super aardig, Vincent. Ik ben zo blij dat we weer samen mogen werken. Fijn, hè? Ja. Dat we weer samen wat mogen doen. Samen weer wat mogen filmen. Echt super. Echt super fijn. Ik ben dankbaar voor jou. Mijn leven. Ik krijg niet eens in mijn mond. Nee, lukt me niet. Laten we stoppen.
Ja, zo zie ik ook eruit. Als je de camera heel dichtbij doet en een beetje van onder, dan heb je een mooi shotje van jezelf. Oké, okay, we gaan een spelletje doen. Ik mag niet met ja, nee en slijm antwoorden. Ja, klopt. Let's go! Oké, okay, Vincent, waar gaat de film over? De film gaat over Bibi, die een raar soort substantie maakt. En wat iedereen, voor substantie? Iedereen is fan van die substantie. Kan je daar iets meer over vertellen over die substantie? Dat is glibberig. Ja. En het heeft soms kleur. En iedereen die vindt dat heel erg leuk. Wat is de rol van de octopus in een nog grotere slijmfilm? De rol van de octopus is dat het een bepaald stofje heeft wat in de slijm... Ik zei het! Je zei het! Ik zei slijm. Overduidelijk. Haha, daar heb ik je. Shit. Hey! We zijn eindelijk weer Hoe noem je dat? Reunie. Ja, want mensen denken nog steeds dat jij dus echt mijn zusje bent. Nou, leuk toch? Lijken ook op elkaar. Kijk, Bibi en ik lijken heel erg op elkaar. Schattig dit, jongens. Vind je dat niet? Heb je me gemist? Want ik woon natuurlijk nu ook in Rotterdam, dus ik kom ook niet meer zo vaak thuis. Ja, precies. Ik kan er nog steeds niet zo goed tegen mijn broer gewoon uit huis is. Ja, dat snap ik wel. Het is heel moeilijk. Wij vinden het snap ik wel. Ik geloof dit niet. Jij bruine ogen. Nee, jij bruine ogen zijn blauwe ogen. Het klopt gewoon niet. Er klopt iets niet. Nou, maar het is. Ja. Snap. Nee, het is echt zo. Bibi is mijn zusje. Ja, maar jij hebt een baard en Bibi niet. Dat klopt gewoon niet. Oh, dat is waar. Ja, nee, maar, ja, nee, maar nu klopt het inderdaad niet meer. Ja, zij heeft geen baard inderdaad. Nee. Ja. Nou, dan weten we het. Ja. Nou, bij deze mensen, Bibi is klopt niet mijn echte zusje. Ja. Hey, is dit een goed shot? Super. Nou, vertel, hoe gaat het? Nou, we zijn dus nu op de persdag. En gaat best goed. Ja? Ja, ik heb een camera letterlijk in mijn neus. Ik denk dat we het wel hebben. Ja? Ja, misschien je knie nog voor de liefhebbers. voor de hebbers. Oh. Waarmee? Oh. Nou, sorry. Dankjewel voor het stukje in mijn vlog. Ik denk dat het heel fijn is. Dat mensen echt denken van wat een vette shots. Van een beetje van die coole shotjes tussendoor. Tot de volgende, hè? Dankjewel. Oh. Er staan hier allemaal spullen klaar. En ja, het heette de nog grotere slijmfilm. Dus ja. Ik denk dat we slijm gaan maken. Ik denk het ook. Nee, ik kan het niet. Ik ook niet. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik ook niet. Bibi, jij hebt het ook nog nooit gedaan, toch? Ik heb het nog nooit gedaan. Ik zou niet weten wat het is, hoe het moet zijn. Dus dit gaat helemaal fout. Wie heeft er al een keer slijm gemaakt hier? Eerlijk, handen in de lucht. Maar het is wel gefaald. Mij toek idee. Ja, wat valt er niet? Maar je hebt het wel geprobeerd dus. Ik heb het geprobeerd, maar het is nooit gelukt eigenlijk. Nou, ik heb het nog nooit geprobeerd en het is ook nog nooit gelukt. Ik heb het ook nog nooit gedaan. Dus succes allemaal. We kunnen het gewoon cheaten. Auw, gek. Hey, doe even rustig man. Kijk. Wat zit erin? Oh, maar dat is al slijm. Dit is al slijm. Kunnen we dat niet gewoon in... Gewoon cheaten, ja. Dan hebben we al slijm gemaakt. Ja, dan zijn wij al klaar. Dan zijn we al klaar. Laten we dat doen. We zijn nu klaar met de octopus maken en... Dit is het resultaat. Ja, ik weet het. Ik zit nu weer in de auto en ik ga nu gelijk naar Den Haag. Want Gio gaat de gordels van zijn vragen volgens mij rood laten maken. En hij staat dus nu in Den Haag met Jade en hij vroeg of ik hem kon ophalen. Dus dacht, nou ja, hij heeft mij gisteren ook opgehaald en weggebracht. Dus dan is het wel zo netjes om het terug te doen. Dus op naar Den Haag! Daar zijn we weer! We gaan weer eventjes een lekker broodje naar binnen knallen. Hoppakee! Waar gaat de reis naartoe? Naar de wasstraat toch? Want we houden niet zo van zo'n gore auto. Hey vloggers van de vlog van Vincent Vlapsen. De Van Zandt vlog. Van Zandt heeft een lekker vapsje gegooid vanochtend. Oh, en nu worden we bijna doodgereden door een bus. Wat was ook weer de grap? De morning vapser pil. Ja, als je een lekker vapsje gegooid hebt. Stel dat je iemand per ongeluk met je vapsje zwanger hebt gemaakt. Kun je de anti-vapserpil nemen? Nee, wat was het nou? Nee, de morning vapserpil. De morning vapserpil in plaats van de morning afterpil. Neem je de morning... Je moest naar rechts hier. Zeg dat dan, jongen. Ja, sorry. Als jullie vroeger zagen, was mijn hele spiegel ondergekakt. Dit gebeurt er dus als je de morning vapserpil in je krijgt. Dan ziet zeg maar de... Nee, als je de vapserpil niet neemt. Oh, ja. Voordat je de vapserpil... Dit gebeurt, ja. Voordat je de vapserpil gebruikt, dan krijgt een vrouw dit in zich. Maar dat wil je niet, dus dan moet je de morning vapserpil nemen. Zo, dat is heel erg. Dit is zo fout. En het leuke is ook, waarschijnlijk hebben heel veel kinderen deze video aangeklikt. Omdat het waarschijnlijk zo'n clickbait wordt met van Bibi is mijn zusje. Oh. Hallo, ik ben, ja die Gio Latoy is wel echt een leuk YouTuber. Kijk er wel eens naar. Dat ben ik niet hoor. Nee, ik kijk naar die Don de Jong. Ja, en zo cool. Zo, hij is door de wasstraat geweest. En hij is weer helemaal schoon. Weet je wat het echt zo is? Als mijn auto vies is, dan ga ik me ook gewoon echt irriteren aan mijn auto op de weg ook. Maar kijk, hier zit nog wel een soort van vee van de vogelschijf, moet ik even afhalen. Beeld je in dat ik een bediende ben in een horecazaak. Dus even voordat dat mijn baan was geweest. Mijn ijsschappé caramel.
Nee, die was voor mij. Oké. Okay. Dankjewel. Okay. De ijstrappé chocola? Ja, die was voor mij. Wow, fuck, hoor. Het gaat niet op. Hé, hey, ik had het fucking... Zie jij, ik kan het ook dus gewoon niet. Nee. Zeg, maar niet, hoef het niet eens in te beelden. Hij kan het gewoon niet. Gelukkig ben ik weer net met YouTube geworden. Ja. Sorry, had je ook nog een rietje of niet? Kijk eens eventjes. Gio die rijdt weer voor me, want hij heeft zijn auto nu alweer terug. Het duurde maar een uurtje om de nieuwe gordels in te zetten. En we gaan weer nu lekker terug naar Krimpen, dus ja. En ik moet zeggen, ik ben best wel een beetje moe van vanochtend, van die persdag. Want ja, je moet toch de hele tijd, sta je best wel aan en heet het een beetje mensen vragen beantwoorden. En heet het een beetje leuk doen natuurlijk op camera. Maar goed, lekker richting Krimpen. Zo, we rijden nu midden in Rotterdam en we moesten hier helemaal niet zijn. Alleen Gio die moest eventjes, ja, die moet ook gewoon eventjes zijn flex rondje doen. Dus dan gaat hij even door de stad rijden en dan wil hij even wat ogen naar zich en dan voelt hij zich weer helemaal top. Dus we gaan even een flex rondje doen. Oh, als jullie dit nu kijkt, vindt hij me echt niet leuk. Maar goed, maakt niet uit. Mooie auto, man. Dankjewel, man. What do you, do for a living? I sell girls, you know. Oh, hey. She's a cheap one. Cheap one? Yes. How much? Oh, wait, she's not cheap. How much? $20. I can do 15. 15? Can I come? Yes, you can come. Ah, yes. Okay, thanks for... Do you know this singer? Yes, that's me. He's a Mongol. Jade. Hey. Ah! Hey, Jade. Nee. Daar gaan we, Jade. Heb je er zin in, Jade? Yeah! Nee, niet met je raam openrijden. Nee, ik ga niet mijn raam open doen. Zij vindt het heel stom. Ik heb altijd met rijden mijn raam open, maar... Huh? Nee. Nou, daar gaan we. Hé, hey, hij rijdt wel, oké, hoor. Ja, dankjewel. Maar, wat is zeg maar dat geluid dat je hebt gehoord? Van achter, dat als je gas geeft, dan hoor je heel raar geluid. Ik heb geen idee van. Oh, nou, gek. Ik zit weer in mijn eigen auto. We gingen gewoon voor de grap even een stukje ruilen. Vind ik altijd ook wel leuk. En Gio weet ook dat ik dat leuk vind. Dus dan mag ik altijd even een stukje rijden. Maar goed, we wilden eigenlijk hier naar de wasboxen gaan. Alleen die zijn blijkbaar alleen maar met contant betalen. En dat hebben wij niet. Dus ja, eigenlijk zijn we hier voor niks heen gereden. Maar gelukkig is het achter het huis. We zijn weer binnen 2 minuten alweer thuis. Gelijk die blauwe Porsche weer voor de deur. Hè? De buren hebben vorige keer ook nog geklaagd. Gezeik. Gezeik alleen maar. Gezeik met jou en mij. Nou, zoals jullie zien, Danny is er ook weer gezellig bij en we gaan even een stukje rijden. Danny probeerde mij net het water in te gooien, maar het is hem niet gelukt. Helaas, hè, want Danny... Ja, komt wel. Lukt hem gewoon niet. Komt wel. Vorige keer ook al, Gio die probeerde mij ook al het water in te gooien. Nou, Danny nu ook, het lukte niet, maar wil je zien hoe dat gebeurde, moet je even Gio's vlog gaan kijken. Ben jij fan van mij? Ja, man. Jij hebt deze echt vaak op, hè, dit nummer. Ja, niet alleen maar. Ja, Gio, hey! Kom eens even, Gio, hey! Kom eens even terug. Hey, wat ben je nou aan het doen? Dit is de meest random overgang in mijn vlog ooit. Vanaf thuis naar de pier in Scheveningen. Hey! En wat gaan we doen? Plassen hieronder. Mag dat? Nou, Vincent gaat plassen, ik niet. Ik hou de wacht. Ja hoor, jij zegt, kom, we gaan pissen. Oh. Kijk eens eventjes jongens. We zijn met de auto's naar Scheveningen gereden en we gaan even gezellig over het strand lopen. En we kunnen daar ook nog een drankje halen bij de bar. Maar dit is echt zo nice. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Heerlijk. Echt lekker. Je hoeft niet eens naar het buitenland te gaan voor dit. Kijk eens even wat gezellig. Een lekker drankje. Een lekker drankje. En lekker lopen. Lekker milkshake. Heerlijk, Dan. Hé, hey, ja. Dan, je moet wel echt genieten. Ik geniet. Geniet nou eens een keer echt. Ik kom echt tot rust nu. Ja, fijn. Zo lekker, heerlijk, jongens. Nee, ik moet wel echt zeggen, het is wel echt lekker, jongens. Even een stukje lopen. Wat doe jij nou? Tuurlijk. Ik gooi het alles maar overheen. We zijn weer thuis. En ik weet niet hoe het komt, maar op een of andere manier ben ik altijd een beetje misselijk. En heb ik een beetje zo'n wazige gloed voor mijn gezicht. Als ik uit de Ferrari kom. Maar goed, het is misschien ook wel een beetje logisch. Aangezien dat ding net het optrekt en dan weer minder gas en dan weer heel veel gas. Maar goed, ik zat net even te chillen op de bank. En ik zag buiten de gasmaaier nog staan, dus ik ga die eventjes binnen zetten. Hey, is het niet een beetje laat om die tractor nu naar binnen te zetten? Tractor? Ja, want als je dat ding start, dat klinkt nou, natuurlijk echt... Kijk, overdag voel ik me al kut om dat ding te starten. Laat staan om 11 uur 's avonds. Ja, daarom. Ik weet echt niet of we dit kunnen maken. Kijk, ik zat wel te twijfelen. Ik zeg net wel van ja, ik ga even dat ding niet binnen zetten, maar...
ik zit nu na te denken, het is natuurlijk wel bijna 11:30. En mensen vinden het niet heel erg leuk als, als het geluid zo... daar maakt echt wel een pokkerrie, dus ik weet niet of het verstandig is. Hier staat hij dan. We zijn vergeten de grasmaaier binnen te zetten, maar het is 11:00 en dit ding maakt echt een pokkenherrie. Judy heeft een verstoring eruit gegooid om te kijken of het maatschappelijk verantwoordelijk is, maar ik denk het niet. Oké, sta ik dan. Toch doen. De choke, op midden, Ja? Ja. Starten. Holy fuck. Oh, maar nu staat hij gelukkig wel binnen. En daar ging het door. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik lig al heerlijk in mijn bed. En ik ga lekker slapen. Ik ben hartstikke moe. En ik weet dat ik morgen niks hoef te doen. Dus ik hoef geen werken te zetten lekker. Maar goed, ik ga hierbij de vlog afsluiten. Dus vonden jullie dit een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.